De economische wetenschap is gebaseerd op rationele mensen, maar mensen zijn in het algemeen niet rationeel en soms zelfs collectief irrationeel. En dat leidt tot echte booms in de markt. En op dat moment gaan mensen ook veel geld lenen in die euforische tijden. En dat leidt uiteindelijk tot instabiliteit en dat leidt tot een enorme bust. En die boom en die bust die herhaalt zich daarna weer in de volgende boom. En dat is het fenomeen wat Hyman Minsky noemt endogene instabiliteit. En wat ik wil met de economie is dat de economie dit proces heel goed begrijpt. Begrijpt waarom we collectief irrationeel zijn en wat we daar bijvoorbeeld als regelgever aan kunnen doen om die bust minder diep te maken. En dat komt onder andere bijvoorbeeld doordat wij irrationeel zijn als het gaat om prijsstijgingen in huizen en in aandelen. Als die omhoog gaan, dan gaat de vraag naar aandelen of huizen niet omlaag, maar die gaat nog meer omhoog. En dat zijn dingen die we in de economische wetenschap absoluut niet meenemen. Want dan gaan we altijd vanuit als de prijs stijgt, dan daalt de vraag en dan krijg je snijdende lijntjes. Dat heeft niets met de werkelijkheid te maken. En omdat wij de werkelijkheid dus helemaal niet willen erkennen in de economische wetenschap, gaan we van de ene crisis naar de andere. Wat kunnen we eraan doen? Wat we kunnen doen is ten eerste de economische wetenschap veranderen. We moeten het gedrag van mensen meenemen. En niet alleen behavioral finance, dat we begrijpen welke fouten mensen maken. Maar dat we ook in finance zelf en in macro-economie ons bewust zijn dat er geen evenwichtstoestanden optreden. Maar dat er ook hele instabiele periodes kunnen optreden. En als we dat weten en die mensen zijn afgestudeerd en die worden later centrale bankier of politicus, dan beseffen ze zich dat ze misschien in hele goede euforische tijden op de rem moeten gaan trappen. En niet op dat moment denken, hé, maar nu is het anders. En alle economische theorieën vergeten van de crisis en weer overgaan op er is evenwicht, this time is different. En daarmee onszelf op een hele pro-cyclische manier weer in een volgende crisis storten. Market freedom is the thing. Boom was boom legt uit ten eerste hoe in het verleden er financiële crisis waren. Vanuit de tulpencrisis tot aan de laatste grote crisis in de jaren 30 tot aan de huidige crisis. En dat behandelen we heel veel. En tussendoor behandelen we dan ook hoe menselijk gedrag daar een rol speelde. En hoe schuld en menselijk gedrag samengaan in euforische tijden. En hoe dat tot een cocktail van een explosieve cocktail leidt die de economie enorm in de problemen leidt. En de film gaat erover hoe menselijk gedrag dus keer op keer de economie van een hele stabiele periode naar instabiliteit leidt. Embarrassing, going home and people asking us, so you do economics. So what happened in 2008 and I can't tell them. Je hebt daar wel kritiek op gekregen. De kritiek was dat ze allang bijvoorbeeld in boeken iets over crisis hadden geschreven. En dan kwam er een boek, dat stond vol met neoclassieke theorieën en kruisende lijntjes en vraag- en aanbodlijntjes zoals we die veronderstellen. En alle markten die tegelijkertijd zichzelf naar een evenwicht brengen. En op het einde stond er iets in over, oh ja, er was ook een crisis. En trouwens, ja, die crisis kwam dan door de banken. Maar die banken die hebben schuld gecreëerd en die schuld die komt helemaal niet in die modellen voor. En het gedrag van die mensen in die banken en de mensen op straat die allemaal meer gingen lenen, komt helemaal niet in die modellen voor. Dus we hebben het niet opgelost door een hoofdstuk op te nemen over dat er ook wel een crisis was en dat we allemaal niet rationeel zijn. Nee, we moeten die irrationaliteit meenemen en als we willen modelleren, dan moeten we het meenemen in modellen. En dan krijg je hele moeilijke modellen. Dan krijg je modellen over hoe zeg maar, mensen op elkaar reageren en als ze die, dus dat heet agent-based modeling en dan reageren ze op elkaar en daardoor gaan ze bepaald gedrag vertonen, collectief, en dan kun je ook instabiliteit modelleren. En het probleem daarmee is, A, het is extreem moeilijk en B, je kunt er niet mee voorspellen. En economen willen heel graag voorspellen, dus ze zeggen tegen mij, ja, die modellen, daar kun je niet mee voorspellen. En mijn antwoord is, we kunnen nooit voorspellen en we moeten het afleren, we moeten meer begrijpen hoe de economie werkt. En kijken welke acties we kunnen nemen om de consequenties van euforie te dempen. In plaats van te kunnen voorspellen en vervolgens onszelf er helemaal tot onze grote verrassing in de volgende ellende te hebben gestort.